Ik ben Janus Hermes. Ik heb een jaar geleden heb ik ook een Stiel opgezet, een meubelzaak. Vooral gericht op maatwerk en veel unieke objecten. Veel staal- en houtcombinaties. Dus dan denk aan boomstamtafels, massief eikenbladen, veel stalen frames. Het liefst zo gek mogelijk. Dus ik word veel benaderd echt voor gekke projecten die ze eigenlijk nergens echt kwijt kunnen. Dus dat mensen echt een avontuur aangaan met je. Dat persoonlijke, dat wordt heel erg gewaardeerd. Daar zijn mensen toch wel veel naar op zoek. Dus dat ze echt met een verhaal bij jou terecht kunnen. Iets wat ze, dat is ook het leuke van het werk, ze willen iets heel graag. Dus je kunt ook heel blij maken met iets. Ik maak ook bijna alleen maar dingen die ik zelf heel mooi vind. En dat is ook een beetje, ik heb hier een bepaalde stijl neergezet. Dus ik word ook eigenlijk wel vooral benaderd voor die stijl. Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat ik iets aan het opbouwen ben wat ik kan uitbreiden. Wat kan groeien, waar altijd weer nieuwe mogelijkheden zijn en nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Maar wat hier zo voor mij echt een succesfactor is, is dat ik ook heel veel in contact ben met klanten en dat er allerlei extra aspecten zijn van het bedrijf. Dat het echt het doel is van mijn vrouw en mij om samen te gaan werken en echt onze eigen tak te hebben in het bedrijf. Wij moeten niet voor elkaar gaan werken, maar zij gaat zich echt focussen ook op die showroom en alle activiteiten die we daarin kunnen zetten. Zij heeft zelf heeft ze nu een maatschappelijke functie en dat zouden we op allerlei manieren kunnen gaan inzetten. En dan denk ik ook dat je op heel veel manieren kunnen die elkaar weer aanvullen, die ideeën. En dan is het niet alleen maar een timmerwerkplaats, maar kun je er eigenlijk van allerlei dingen aan toevoegen. Ik ben Bart Naber, ik ben 23 jaar oud. Ik ben in de afronding van mijn studie. Nou, ik heb stage gelopen bij een werving- en selectiebureau. En het ondernemen zit eigenlijk altijd al in je, dus je bent al met dingen bezig. En daar kwam echt op mijn pad van waarom zou het niet makkelijker kunnen, niet sneller. En voor een bedrijf en werkzoekende eigenlijk een stuk simpeler maken om elkaar te matchen. Dus niet alleen maar van ik ben het doel en ik wil gaan verkopen. Nee, het echte. Het voor elkaar iets betekenen. Nou, OTSO is in het Filipijns staat het voor 8. En cv's worden tegenwoordig binnen 8 seconden gescreend. Dus daarom de naam OTSO. Het echte voordeel is dat het veel sneller is. Veel laagdrempeliger ook. Hè. Er zitten geen tussenpersonen meer tussen. Nee, je kunt heel snel zien hoe is het cv, hoe is de persoon zijn pitch. En is het wel of is het niet iets voor ons. Gewoon een hele laagdrempelige keuze. Maar uiteindelijk ook in het contact met, met de werkzoekende zelf. In plaats van heel dat langdradige proces. En voor OTSO zit er natuurlijk de app uiteindelijk en de website uiteindelijk die moet gaan lopen. En daardoor een trein die alleen maar doorraast. Kijk, 18 juni gaan we online en als het dan echt gaat lopen, ja, dan ben ik echt een trots ondernemer. Die win-win-win situatie voor elkaar kunnen creëren, ja, dat vind ik iets nieuws. En dat maakt mij wel heel trots om dit te kunnen gaan neerzetten. Ik ben Rob van der Meidenberg. In 2014 ben ik begonnen als hobbybrouwer. Toen kwam er een vriend van mij langs en zijn we in de keuken aan de slag gegaan met potten en pannen. En hadden we na 6 weken eigenlijk een heel lekker bier. Ik was ontzettend getriggerd door dat proces van bierbrouwen. En toen ben ik eigenlijk heel veel gaan brouwen. Heb ik zelf een brouwinstallatie gekocht. Ben ik bij een brouwer in Moerestel ben ik een soort van stage gaan lopen. Elke week gaan brouwen, elke zaterdag. En toen kwam ik erachter, ja, dit is iets waar ik mee door moet gaan. En ik moet eigenlijk gewoon een echte Tilburgse brouwerij oprichten. Dus ik ben gewoon op een fietsje door Tilburg gegaan, langs de horeca, langs de slijterijen, speciaalzaken. En ik zei, als er een Tilburgse brouwerij zou zijn, zouden jullie dat bier willen afnemen? Nou, iedereen reageerde super positief. Ik denk, ja, als iedereen dat wel wil hebben, dan moeten we daar maar iets mee gaan doen. Het is eigenlijk de missie van Craft Bier om ervoor te zorgen dat het oude Tilburgse brouwersambacht terugkomt naar Tilburg. En dat alle Tilburgers weer kunnen genieten van een Tilburgs biertje. Het zijn wel gewoon lekkere bieren voor iedereen. Inmiddels bijna speciaal om normaal te blijven, dus dat probeer ik. Ja, ik doe dit vanuit een intrinsieke passie. Dus het is nooit moeilijk om te vertellen wat je doet, of waarom je het doet. Of waarom het een succes wordt, want in mijn hoofd wordt het gewoon een succes. Lokt is bij mij op pad gekomen omdat ik samen met Carlijn voor de zomervakantie een kamer heb gespeeld in Rotterdam. En toen kwamen we uit die kamer en toen dachten wij, ja, dit is super vet, dit moeten we vaker doen. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat in Nederland nog niet groot was, er waren er eigenlijk geen andere. En toen zijn wij naar Boedapest gegaan. We hebben in Boedapest 5 dagen opgesloten gezeten en daar heel veel ervaring op gedaan en heel veel escape rooms gezien. En toen vonden we het zo leuk dat we dachten, ja, wij beginnen dit zelf ook in Nederland. Maar het kan gewoon nog een leveltje hoger. En dat zijn dingen zoals een thema eraan koppelen, zoals de gastvrijheid, de tijd voor mensen nemen.
ja, dat hebben wij hier heel erg terug laten komen. Wij wilden echt dat mensen per se samen moesten werken. In alle kamers komt dat ook terug en in de Heineken Escape speciaal, omdat je daar als team gescheiden begint. Je kunt elkaar dus niet zien, wel horen, maar je moet daar dingen aan elkaar geven, met elkaar samenwerken om uiteindelijk te kunnen ontsnappen. Maar als extra daarbij kan bijvoorbeeld een leidinggevende een team volgen. Dus die kan meekijken bij ons op de camera's. Je krijgt bij ons vooraf uitgebreide uitleg, maar je krijgt ook lekker een kopje koffie en thee nadat je bent geweest. En dan praten we ook altijd even na. Want daar kunnen we ook juist heel goed aan mensen vragen. Vond je het wel leuk? Of wat kan er nog beter? Dus daar halen we ook meteen onze evaluatie of de feedback uit. Al die positieve reacties die wij krijgen, waar we het uiteindelijk echt voor doen. Dat mensen hier weggaan en dat de buren soms zeggen, kan het niet wat zachter als ze weggaan. Zo fanatiek dat ze nog zijn, juist als ze vertrekken. En, ja, dat is wel echt waar we trots op zijn en waar we denk ik ook trots op mogen zijn.